Mooi, we zijn live, Dylan. Jee, daar gaan we. Ja, zeker. Nou, komen. Sven. Ik wil het zeggen, laat de vragen maar komen inderdaad. Maar eigenlijk eerst een vraag over de afgelopen tijd, afgelopen dagen. Want daar hebben we natuurlijk genoeg over gezien. Hoe kijken jullie naar de afgelopen dagen? Ik vond het heel heftig. Ik vond het zwaar kloten. Daar kan ik eigenlijk niet zoveel anders van maken. Ik vond het heel zwaar om te zien. Ik heb zelf als woordvoerder veiligheid vooral met heel veel agenten en handhavers aan de telefoon gezeten. En onwijs veel respect wat zij allemaal doormaken en meemaken. Op wat voor professionele wijze ze dat ook doen om ons veilig en gezond te houden. Dus dat heb ik een beetje zo beleefd. Ja, nou, ik word vooral heel boos van dit soort dingen. Ja. Dus, ik probeer me dan natuurlijk wel in te houden naar buiten. Maar volgens mij heeft iedereen dat wel. Je wordt gewoon boos wat je ziet. En dan wil je wil van alles weten. En hoe dan en wie dan en hoe komt het dan. En daarna word ik weer boos van allerlei onzin die ik erover lees. Dat het mensen zijn. Weet je, zijn echt mensen die demonstreren tegen corona. Daar heb ik respect voor. En die waren er in Eindhoven ook. En die raakten een beetje vermengd met dat tuig. Maar de avonden daarna zie je gewoon dat dat niet de mensen zijn die voor een demonstratie komen. Dat zijn gewoon plunderaars. En mensen die gewoon rellen zoeken. En ook je berichtjes rond ziet gaan. Ja, dat zijn geen mensen die zeggen, nou, ik heb nu al 5 keer een boze brief gestuurd naar de krant. En nu wil ik op een andere manier van me laten horen. Het is gewoon tuigen en rellen en vechten, poging tot doodslag. En wat ze uithalen tegen de politie en winkels plunderen. Ja. Klaas, een vraag die we heel veel terugzien de afgelopen dagen is eigenlijk de vraag waarom het leger niet wordt ingezet om deze rellen te stoppen. Of krijgt de politie meer mogelijkheden, is de vraag van Sabina. Ja Sabina, ik snap die vraag. Dat was ook mijn reflex, desnoods zetten we het leger in. Nou heb ik een paar weken minister van Defensie mogen zijn, dus ik weet er iets van. En daarvoor ook. Kijk, het leger bestaat bijvoorbeeld ook uit de Marche C, uit de Kamar. En die worden nu ingezet. Dus alleen hebben die een blauwe uniform en geen groen. Dus ziet het er misschien minder uit dan wat je denkt bij het leger, bij de landmacht. Maar het lijkt me van belang dat mensen die getraind zijn om orde te handhaven, dat die in de frontlinie staan. Dus dat is de politie, dat is de ME, dat is eventueel een speciaal interventieteam en dat is de KMAR. Dus dat is het leger al, die helpen al mee. En verder kun je natuurlijk nog bijstand verlenen als leger, als de politie het nodig heeft en erom vraagt. En die hebben ook volgens mij ook gewoon goed contact met elkaar. Dus als de politie zou zeggen, kunnen jullie een aantal dingen van ons overnemen of bijspringen, dan doen ze dat meteen, het leger. Dus ze worden ingezet. Alleen het is niet zo dat je nu mensen in groene camouflage pakken met zware geschut door de straten ziet marcheren. Ik weet ook niet of dat nu is wat er nodig is. Maar de Marche C onderdeel van het leger is ingezet. En de andere onderdelen zijn beschikbaar. Maar de politie moet in mijn ogen wel beslissen waar, wanneer en hoeveel ze hulp ze nodig hebben. Want als zo dan dat die niet af kunnen. Ja, als ik daar nog mag aanvullen, want dat is het, hè. Als je zegt, doe maar het leger, dan bedoel je de landmacht inderdaad. En die zijn daar ook niet voor opgeleid. Die zijn heel goed in andere dingen, maar niet in boomwijken rellen bijvoorbeeld aanpakken. En het signaal van dat je dan eigenlijk de politie en de KMAR en daarmee geeft van, nou, ga jij maar even opzij, want dat werkte niet. Dat vind ik ook geen terechte. Ze hebben echt keihard gewerkt en flink ook aan de mensen aangepakt die daar zorgden voor heel veel ellende en overlast. Als zij zelf aangeven, de burgemeesters en de politie, we hebben nu iets anders nodig, dan zullen er altijd ook, dan zal alles er zijn. Ik bedoel, we staan achter onze agenten. Maar dat is nu niet het geval. En het is ook niet alsof de politie het nu niet goed doet of het niet aan kan. Ja, ik zag trouwens dat Suus in de reacties, die had gisteravond naar Jinek gekeken. Dus die vond dat je erg goede teksten had, Klaas. Dus dat is ook wel leuk om te lezen natuurlijk. Ik ben ook wel eens met Suus trouwens. Ook leuk om te Leon die kijkt en die vraagt zich, ik denk dat het wel een goede vraag voor Dylan is. Die vraagt zich namelijk af wat je van de analyse van Peter R. de Vries vond van gisteravond. Dat jongeren niet de kans kregen om hun visie te etaleren. Ja, ik moet een beetje lachen. Van wie kwam de vraag ook weer, Sven? Van Leon. Leon, ja, ik moet een klein beetje lachen. Het is allemaal geen grappige vraag, maar ik heb het gekeken en ik was behoorlijk
narrig van die reactie. En daar heb ik ook over getwitterd en dergelijke. En daar zijn heel veel reacties op gekomen. Vandaar dat ik even moest glimlachen. Ja, wat Peter R. de Vries, die zag die beelden, hè, van de rellen, van echt het tuig. Dat de politie aanvalt, politiepaarden aanvalt, winkels plundert. En zei, ja, maar ja, deze jongeren hebben ook een goede opleiding, moeten hun visie ergens kwijt. En het was echt, ik heb het teruggespoeld eerst om te kijken, hoor ik dit nou goed? Want je ziet die beeld en vervolgens hoor je dit. Ik vond dat misplaatst. Ik vond het bijna bagatelliseren van iets heel heftigs wat gaande was. Kijk, als je een stap terug doet en zegt, dit is een harde kern, het zorgt voor heel veel problemen. En eromheen zitten jongeren die meelopen en die wil je eigenlijk vroegtijdig daar weghalen, zodat zij niet die kant op gaan. En daaromheen zitten weer misschien mensen die er ooit naartoe zijn gegaan vanuit het idee, ik ga protesteren tegen iets waar ik niet mee eens ben. Dus je zegt, je moet die groepen ook uiteindelijk apart bekijken en niet iedereen is het harde tuig waarvan je zegt, gewoon aanpakken, fase van een goed gesprek voorbij. Oké, maar als je midden in die rellen zit en je wilt gewoon laten zien, politie, wij staan achter jullie, dit accepteren wij niet. Journalisten, wij staan achter jullie, die worden belaagd, dat accepteren wij niet. En dan ga je daar een beetje quasi intelligent lopen zeggen, ja, ik heb 40 jaar geleden heb ik ook de krakersrellen gezien, dus ik weet waar ik het over heb en deze mensen moeten hun visie kwijt. Ja, dat trok ik even niet. Dylan, zou jij misschien jezelf opnieuw kunnen zetten als je niet aan het woord bent? Je schijnt een beetje te echoen als ik wat zeg. Dus zou jij op mute kunnen zetten als je niks zegt? Dat is dan jouw droom, hè? mijn droom die nu uitkomt. Klaas, een vraag van Diederik. Ja. Die kijkt, het is niet Diederik Gommers. Die vraagt zich af waarom we de avondklok nodig hebben. Dat zijn alsof het is niet, het zijn niet de ouderen die nu op de IC liggen en dan 's avonds naar buiten gaan. Waarom treffen we een maatregel voor jongeren? Nou, we treffen geen maatregel voor jongeren, we treffen die voor iedereen. Diederik, en wat je moet doen is contacten beperken. Dat zou op papier ook kunnen zonder avondklok. Als wij eerlijk gezegd, als we ons allemaal dezelfde manier aan alle andere maatregelen hadden gehouden als vorig jaar in maart en april, dan denk ik dat die avondklok niet nodig was. Maar wat je nu ziet, is dat we het allemaal een beetje beu zijn, dat sommige mensen zich er helemaal niet meer aan houden, en de meeste mensen gewoon net wat minder dan eerst. En daardoor levert een bepaalde maatregel gewoon minder effect op om de besmettingen terug te dringen. Er zijn nog steeds duizenden per dag. Dat ging allemaal net, het zakte allemaal net genoeg, en toen kwam die Britse variant. En die Britse variant, die verspreidt zich gewoon veel sneller dan het virus wat we al kenden. En dat maakt het een probleem. Dus je hebt en een virus dat beter is als virus, het verspreidt zich sneller. En wij mensen die minder goed zijn in onszelf beperken om dat virus eronder te houden. Ja, dan moet je dus meer maatregelen nemen helaas om genoeg effect te bereiken. En het zijn echt ook in absolute aantallen te veel mensen nu die het hebben. Dus dat moet eerst flink naar beneden en dan kan het weer los. En ik snap dat je zegt, ja, ouderen. Maar het is niet zo, met het woord ouderen, dan denk je misschien aan mensen die niet meer werken of in het bejaardenhuis wonen. Maar het gaat vanaf 60 al heel hard dat je kwetsbaar bent. En dat zijn gewoon mensen die, waar de samenleving op draait. Dat zijn agenten die vandaag aan het werk zijn. Dat zijn mensen die in de zorg werken. Dat zijn mensen die voor de klas staan. Dus het zijn gewoon, ja, ouderen is misschien dan ook net niet het goede woord. Omdat je dan denkt, ja, dan laat ze lekker thuis zitten. Maar dat kan niet, want die moeten ook gewoon werken en bijdrage leveren. En er zijn ook jongeren die het zwaar te pakken krijgen. Die kans is wel kleiner. Maar een vriend van mij, nou, die is echt niet oud. En die heeft het in maart gehad. En die is nog steeds niet de oude. Die is nog steeds niet zichzelf niet fit. En ook qua reuk niet helemaal. Hij vindt nu hele rare dingen lekker, omdat zijn smaak anders is. Dan kun je zeggen, ja, dat is geen ramp. Maar er liggen ook mensen, jongeren op de IC. Ja. En ja, dan ligt alles plat. Als er hoge besmettingen zijn, dan ligt vervolgens ook de economie plat. En dan kun je ook nergens heen. Dus ja, het is om contacten te beperken. En dat ging niet op de oude manier waarbij we zeiden, hou je in, beperk je. Ik heb ook in mijn omgeving mensen die naar een feestje gingen. Daar was ik natuurlijk niet mee eens. Maar 16 man op een feestje, 15 besmet. Ja, dan gaat het heel hard. Dan moet je dus dit soort drastische maatregelen nemen. Ja, dit is een vraag van Michiel, of Michel, hoe je het moet uitspreken. En dat zien we eigenlijk best wel vaak de laatste dagen, is dat er nu in Maastricht, maar ook in andere steden waar voetbalclubs zijn, dat er supporters zijn die zeggen, ja, ik ga mijn stad beschermen.
om rellers tegen te gaan. En ja, Michiel die zegt eigenlijk, ja, zo kan het dus ook prachtig om te zien. Dylan, hoe kijk jij daarna als je die berichten ziet? Nou, ik snap eerlijk gezegd wel dat Michiel dat ook mooi vindt om te zien. En dat was ook mijn eerste reactie van wat mooi dat voetbalsupporters opstaan en zeggen, hey, dit is mijn stad, daar blijf je vanaf. Maar uiteindelijk is dat wel daarvoor agent gaan spelen. En dus dit moet je niet willen. Dit is niet hoe je het wil doen. Dit is niet hoe het moet. Dus ik vind het geen goede ontwikkeling dat daar vervolgens supporters voor de kernen gaan staan en zeggen, kom maar op, dit accepteren we niet. Want dat zijn beelden die je ook niet wil zien. Ik vind het wel mooi als ze online oproepen om te zeggen, dit niet doen. Hè, blijf van onze stad af, vernieuw niet de boel. Maar niet zelf vervolgens willen gaan handhaven. Dan zijn we nog verder van huis. Dus ik snap het gevoel dat je denkt, mooi dat iedereen voor zijn eigen buurt opkomt. Maar dat moeten we echt aan onze agenten laten en aan de handhavers laten. En ik vind het wel mooi als opgeroepen wordt om vervolgens niet te gaan rellen. Dat is natuurlijk heel erg waardevol. Maar niet zelf voor handhaven gaan spelen. Zullen we eens een keer een voorbeeld geven van hoe dat in de fractie, want naar buiten toe zijn we het altijd eens. Maar zullen we het een keer oneens zijn? Dat is voor deze... Durf je dat ik zo net aan? Nee, kijk, Dylan heeft wel gelijk. Alleen wat ik nu zie, ja, ik voel toch iets anders. Ik zie ze nu lopen en duidelijk maken dat ze er zijn. En ik zie het als een waarschuwing. Kijk, als het uitmondt in rellen tussen mensen die kwamen rellen en mensen die de rellers tegenkwamen houden, dan is het fout. En als de politie straks vraagt, jongens, het is bijna 9 uur, je hebt je punt gemaakt. Volgens mij weet iedere relschopper dat jullie bereid zijn je stad te verdedigen. Maar wij kunnen dit handelen, ga alsjeblieft naar huis. Ja, dan moet je ook naar huis. Maar het feit dat ook die groepen, die natuurlijk vaak wel geassocieerd worden met relschoppen, die misschien in de eerste avond ook soms er wel in verzeld krijgen, of nou verzeld krijgen, dat klinkt zo passief, maar er ook aan bijgedragen hebben. Dat die daarna denken, ja, dit is niet hoe het moet. En we laten dit horen en daarmee ook uitstralen naar een hele hoop jongeren die ik heb natuurlijk het liefst dat ik meer indruk maak. Maar ik weet gewoon dat er best wel ook jongeren bestaan die meer onder de indruk zijn van hen dan van wanneer ik iets zeg. Ja, dan vind ik het wel goed dat ze dat laten weten. Ze moeten wel op tijd naar huis en ze moeten niet de politie in de weg lopen. Dus mag niet op rellen uitlopen. Maar ja, ik dat ze nu voordat de avondklok ingaat zich duidelijk laten zien en een ronde door de stad doen. Ja, dat vind ik op zich, ze 1,5 meter handhaven, dat is ook belangrijk. Vind ik op zich wel, wel mooi, een mooi signaal om ook te laten zien dat er een hoop mensen hier tegen zijn. Het moet er wel toe leiden dat er gewoon niet meer gereld wordt. Die relschoppers niet opkomen dagen. Ondanks dat jullie het misschien niet helemaal eens waren, is het toch goed om even over gehad te hebben. Ja, Helen, die kijkt via Facebook en ja, die heeft eigenlijk best wel een droevige, maar ook wel een terechte vraag. Die ziet namelijk op social media steeds meer jongeren die last hebben van eenzaamheid, depressie en ook daar eventueel aan gevolgen daarover denken. Wat is jullie boodschap voor de jongeren die het nu best wel eventjes zwaar hebben? Zal ik aftrappen? Ja, dit is een zware en terechte vraag van Helene. En hier moeten we aandacht voor hebben. En we is dan eigenlijk heel breed als samenleving, als je het mij vraagt. Dus sowieso vanuit zorg, vanuit de hulpverlening. Ik weet dat daar aan het begin van corona al heel veel opgezet is om ervoor te zorgen dat mensen digitaal ook hulp kunnen krijgen. Het is absoluut niet ideaal, maar daar is wel heel veel in geïnvesteerd. Vervolgens is het ook aan ons allen, denk ik, als je dat ziet online of om je heen, dat je er ook bent. En ik hoop ook dat het gegeven dat we zijn begonnen met vaccineren, dat we richting een uitweg gaan van hier, dat het hopelijk op een gegeven moment weer normaal gaat worden, dat het ook enig perspectief biedt. Dus eigenlijk moet je op allerlei manieren zorgen dat we klaarstaan voor mensen. En dat zijn niet alleen jongeren, het zijn ook ouderen. Er zijn zoveel mensen wiens wereld het heel erg klein aan het worden is. Ja, dan is het ook aan ons om gewoon als mensen, en dus niet alleen vanuit de politiek, maar met z'n allen, om daar oog voor te hebben. En ook te zorgen dat je dan contact zoekt. Ik heb zelf
En dat is helemaal niet de groep waar Helen het over heeft, hoor. Maar ik zag online van de week mensen die zeiden, ja, ik snap die avondklok en ik ga me natuurlijk aanhouden. En zo kwam ik ook niet buiten midden in een lockdown in de winter. Maar het wordt wel gewoon heel eenzaam een beetje. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Nou, ik heb gezegd, kom, we doen gewoon een digitale cocktailavond. Hebben we ook een reden om ze weer eens op te tutten en zo. Ik heb al een jaar niet gedaan. Hebben we dat gewoon gedaan. Mensen die ik helemaal niet ken. Hebben we een cocktailtje gedronken. En iedereen had zich leuk aangekleed en zo. En het was wel heel gezellig. Dat mis ik. Dat je af en toe gewoon toevallig mensen tegenkomt. Dat je dat soort contacten hebt. Ik kan mij voorstellen dat heel velen van ons dat missen. Nou, dat is niet echt een antwoord op Helen's vraag. Die zegt, dit gaat echt over jongeren die helemaal op het randje zitten. Waar het heel heftig gaat. Daar is natuurlijk voor hulpverlening aan bod. Maar ik denk dat we met elkaar eigenlijk wel veel meer kunnen doen ook. Om ervoor te zorgen dat andere mensen ook gewoon gesprekken hebben. Ook verrassende gesprekken, inzichten. Dus van alles wat. Is wel nodig. Wil jij er nog iets aan toevoegen, Klaas? Ja, dit is lastig. Want er zijn heel veel initiatieven. Natuurlijk als echt zwaar is hulpverlening. Er zijn heel veel gemeentes die online proberen dingen te doen. Of overdag. En dat is heel goed. Maar uiteindelijk snap ik ook dat dat niet vervangt. Het is gewoon even ontzettend kloten. En even is al bijna een jaar. En nou komt die avondklok er nog op. Die weegt nog zwaarder. Er mocht maar één persoon op bezoek. En voor kinderen die ook, als ze juist nog jonger zijn, die al weken niet naar school kunnen. Dat zijn allemaal hele zware dingen. En ik kan niet... Ik heb geen verhaal waarbij ik zeg, ja, maar we doen er zoveel aan om dat te beperken dat het wel goed is, of dat het wel prima is. Nee, het is niet oké. Alleen het probleem is dat je soms in het leven niks te kiezen hebt, of kiezen hebt tussen iets slechts of iets nog veel ergers. Dan moet je proberen te verzachten, proberen het best van te maken, maar ook proberen te accepteren dat het even zwaar is, en dat het even niet meer, dat je een hoop dingen niet kunt, en als je het op kunt brengen, probeer het te focussen op wat er nog wel kan. En daar iets uit te halen. En dan uit te zitten. Dat klinkt meer. Dit is niet heel. Ik weet dat dit is niet het meest optimistische onderdeel van vanavond. Maar ook uit te zitten en te kijken, wat kan ik dan nu wel en hoe lang duurt het nog? Kijk, die avondklok 9 februari is de bedoeling dat die eraf kan. Ja, het ligt er ook aan hoe goed we ons aan de maatregelen houden en wat het virus doet. En daarna ook gewoon. Ons aan de maatregelen, hopelijk dat we ons beter aan de maatregelen houden die er nog zijn, zodat we er meer kunnen dumpen. Dat die avondklok eraf kan, dat kinderen weer naar school kunnen en dat er weer een beetje meer lucht komt. En als we dan weer bijvoorbeeld 3 mensen op bezoek komen, dan moet het ook bij die 3 blijven. Want anders gaan we onszelf weer strengere maatregelen aandoen. Ja. Sommige mensen vragen zich af welke disco bij jou in de kamer staat, maar dat is volgens mij de televisie, die reflectie die ze zien. Oh, dat bewegende licht. Ja. Maar dat weet jij. Je vraagt gewoon expres, omdat je weet dat ik voetbal zit te kijken. En dat er nog steeds PSV en nog steeds niet even weet te scoren tegen Emmen. En dan blij mag zijn dat we niet achter staan. Omdat jij voor die een of andere club bent, wat Dylan ook voor is. Maar we zouden dat niet zelf houden vanavond. Precies. Ben, die kijkt via Facebook. En die heeft een vraag die, misschien niet heel veel mensen, maar wel al een aantal mensen bezighoudt in deze tijd. Die vraagt zich namelijk af of wij ook vinden dat er nu politieke eenheid getoond moet worden en misschien wel de verkiezingscampagne opgeschort moet worden. Want we heel veel zien dat mensen aanvallen zoeken en misschien heel veel op zoek zijn naar de verschillen, terwijl we eigenlijk misschien moeten kijken naar wat ons bindt in deze crisis. Ja, ik ben het daar op zich mee eens, maar niet met het opschorten van campagne. Ik denk dat partijen zelf moeten kiezen welke toon ze hanteren. En ik denk dat je ook campagne kunt voeren over de politiek voor de komende 4 jaar. Op een manier die niet per se elkaar alleen maar de schuld geeft, maar juist ook mensen meer vertrouwen geeft in dat de politiek ook snapt dat dit zware tijden zijn, waarbij je meer moet kijken naar samenwerking. Natuurlijk sowieso Nederlandse coalitielanden. In Amerika heb je 2 partijen die maken elkaar zwart en 1 wint. In Nederland heb je heel veel partijen die leveren kritiek op elkaar. Die komen voor een eigen punt. Sommigen leveren wat meer kritiek dan anderen. En daarna moeten toch partijen of 3, 4, misschien wel 5 samen een regering vormen. Dus in Nederland is het natuurlijk toch altijd net een wat andere situatie. En ik kan me voorstellen dat je vindt dat deze tijd meer vraagt om focus op verbinding. En de mensen in Nederland het goede laten zien dat je
je verschillen hebt, je verschillen van mening hebt, maar dat je altijd bereid bent samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Maar goed, dat past dan ook wel weer goed bij ons als partij. Dat ze, voor corona zeiden we, vonden we dat ook al. En ik kan niet voor andere partijen beslissen hoe zij campagne voeren. Maar ik ben het wel met je eens dat ik dat zou wensen ook. Als ik dan even praat als inwoner van het land. Ja. Je bent overigens niet de enige die aan het multitasken is. Dus dat is fijn om te lezen in de reacties. Dat staat nu uit. Het is rust. Ja, oh, jammer. Even kijken. Nou ja, we hebben niet iedereen heeft vanaf de eerste seconde gekeken. Maar er zijn nog heel vaak de vraag over waarom we niet het leger inzetten of rubberen kogels als er weer opnieuw rellen uitbreken. Zou deze vraag misschien nog een keertje kunnen beantwoorden? Ja, nou ja, mijn antwoord was, ik zal proberen het korter dan te doen, voordat de mensen denken van weer herhaling vallen. Ten eerste, het leger is ingezet, want de marché hoort bij het leger. Je hebt wel een blauw pak aan en geen groen, maar het is het leger. En ten tweede is het leger bereid om meer te doen, maar vind ik ook, dan moet de politie bepalen. Want die zijn getraind in ordehandhaving in Nederland in wijken. Ik ken Defensie, ook de landmacht goed, die zijn heel goed in andere dingen. En de politie kan het ook aan. En als de politie zegt, we hebben hulp nodig, dan staan alle onderdelen van het leger meteen paraat om die te verlenen. Maar die zijn de baas. En de Kamar, dat onderdeel van het leger, de marché, die is al ingezet. Dus die werkt al volop mee. Dus daar is geen taboe op of zo. Alleen, ik merk wel dat politiek een beetje een nummertje begint te worden. Ironisch genoeg van mensen die vaak eerst opriepen tot verzet. Om dan nu op te roepen, ja, het leger. Om daar weer in de volgende kans te overschreeuwen en een beetje overtoepen. Maar als we gewoon technisch kijken. Je hebt de politie met allerlei eenheden, met de ME. Die doen hun werk goed. De marechaussee van het leger, die helpt ze al ook al daarmee. En als ze meer nodig hebben, dan hoeven ze het maar te zeggen. Dus die werken goed samen en in die zin is het dus ingezet. Ja. Mandy, die kijkt via Facebook en die vraagt zich af dat het in haar ogen lijkt alsof de verdeeldheid steeds groter wordt. Hoe gaan jullie hiermee om? Ze is bang dat er namelijk juist meer mensen zich niet meer gaan houden aan de coronaregels nu er lijkt alsof er zoveel oneenigheid over is. Ja, dat kan ik mij voorstellen ook. Ik heb dat zelf ook wel eens als je tv kijkt en je ziet op verschillende zenders allemaal deskundigen die het tegenovergestelde zeggen. En dan denk je ook op een gegeven moment misschien, wat is het nou en hoe is het nou? Nou, zeker als je die beelden nou ziet van de afgelopen dagen. Aan de andere kant, wat je niet ziet, het overgrote deel van Nederlanders houdt zich bijvoorbeeld aan deze avondklok. Balen er ook van, net als wij allemaal. Maar denken, als het nu moet, dan doe ik dat. Je zag bijvoorbeeld, zeker aan het begin van corona, zag je dat mensen ontzettend voor elkaar aan het zorgen waren, boodschappen aan het doen, naar elkaar omkijken. En ik zie dat nog steeds in mijn omgeving gebeuren. Dat zijn niet dingen die je elke dag op het nieuws ziet vervolgens, of op Twitter. Sowieso misschien daar niet te veel zitten. Dat doe ik wel, moet ik ook wat minder gaan doen. Maar als je in het echte leven kijkt, laat ik het zo zeggen, dan denk ik dat je een heel ander verhaal ziet, een heel ander plaatje. En ook als je gewoon in je eigen omgeving kijkt, mensen geven wel om elkaar, zorgen wel voor elkaar. En dat zijn niet alleen maar familie en vrienden, maar ook onbekenden. Dus ik hoop dat het ook echt meevalt. Ik denk het ook, is ook wat ik zie. En het is eigenlijk wel een hele terechte vraag om ons ook weer te doen realiseren dat gelukkig het overgrote deel van alle Nederlanders weldenkende mensen zijn met gezond verstand, die ook balen van de shit waar we in zitten, maar snappen dat we er alleen maar samen doorheen kunnen komen. Dus ik heb heel veel vertrouwen in hoe we dit als volk en als land samen gaan doen. Ondanks de beelden die we de afgelopen dagen hebben gezien. Maar als ik nog wat mag toevoegen, Sven, ook daar, wat ik heel erg fijn vond, was eigenlijk de collectieve woede met elkaar. Dat we zeiden, en dit accepteren wij niet. Dit wordt dus niet normaal in ons land. Dat je politie belaagt, dat je journalisten bedreigt, dat je winkels plundert. Nee, dat accepteren wij niet. En het is een kleine groep die op dit moment de hele discussie beheerst en ons bezighoudt. Maar wel ons is echt met veel meer, echt veel meer. En dat bindt ons, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Nee, dat is denk ik een ding wat zeker is. Dat zien we nu ook weer, zie ik nu ook weer terug in de reacties. Raed, die kijkt via Facebook en die heeft een vraag of we ook een economisch plan hebben om deze rellen aan te pakken of alleen deze jongeren te veroordelen. Samengevat, hebben jullie ook acties in plaats van alleen maar woorden?
ik denk dat hij eigenlijk gewoon op zoek is naar, ja, gaan we iets voor deze jongeren doen, los van het feit dat ze een harde straf verdienen. Ik vind eerst dat deze jongeren hard straf verdienen en daarna excuses mogen moeten aanbieden, en zeker aan de ondernemers die zich geplunderd hebben, en een prijs moeten betalen die er in de rechtsstaat op hoort. En dan mogen ze, zijn ze natuurlijk van harte welkom om weer volledig mee te draaien in de maatschappij. Maar als je gaat rellen, als jij vuurwerk in politiebureaus gooit, als jij vuurwerkbommen onder politiewagens gooit, of ziekenhuizen de ruiten ingooit, of zoals in de Schilderswijk in de gehandicapte instelling ruiten ingooit waar kwetsbare mensen zitten, ja, dan wil ik best nog iets voor je doen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar eerst even een paar andere dingen rechtzetten. En voor die jongeren, ja, dan, wat ik eerder zei, natuurlijk zijn er allerlei programma's en wordt er iets gedaan, maar je kunt niet opeisen dat het altijd goed is of naar je zin is. Dus als je een probleem hebt, dan kan ik alleen maar helpen als je erover praat, niet als je een steen aan mijn kop gooit. Dus ja, dat geldt dan ook natuurlijk in bredere zin voor deze rellen. Dus als iedereen netjes weer tot bezinning is gekomen, zijn excuses aangeboden heeft en ja, de boete heeft betaald, zeg maar, de prijs, de straf, dan heb je daarna, sta je weer gewoon op nul, niet in de min dus. En wil ik je weer helpen en ben ik daar toe van harte bereid en gesprek aan te gaan wat er dan niet goed is en wat er beter kan. Maar ja, misschien ben ik daar, ligt het aan mij dat ik te koppig ben, maar ik ben daar nu nog even niet aan toe. Maar misschien is Dylan daar beter dan ik. Nou, ik denk dat we hier behoorlijk op één lijn zitten. Dus dat is dan toch weer, zijn we weer terug bij waar ik begon. Nee, kijk, ik vind het ook een, al die aandacht voor de, waar we het ook net over hadden, Sven, hè, van wat drijft deze jongeren dan en dergelijke. Ik vind het ook eigenlijk een schoffering richting de jongeren die ook balen van de situatie, die ook met problemen thuis zitten, het heel erg zwaar hebben, die vervolgens niet de straat op gaan om ruit in te slaan bij ziekenhuizen en politiepaarden aan te vallen. Dus ik ben eerder met die jongeren bezig, dat ik denk, oké, wat kunnen wij allemaal voor hen doen? We hebben het net over gehad, over jongeren die het heel zwaar hebben, maar je moet natuurlijk ook denken, hoe kunnen we nou het beste het onderwijs regelen, zorgen dat ze zo min mogelijk achterstanden oplopen, dat ze straks een baan ook kunnen vinden en een huis. Dat is waar we ons natuurlijk dag en nacht voor inzetten. Dat is wat we met elkaar willen. En ja, ik sluit natuurlijk helemaal aan bij Klaas. Als jij zo onwijs gaat rellen en de boel gaat vernielen en mensen gaat belagen, ja, dan heb ik gewoon even geen. Dan zijn we gewoon de fase van een goed gesprek voorbij. En dan ga je je straf uitzetten, dan ga je de schade betalen. En daarna zien we wel wat we voor je kunnen doen. En ik denk dat we dat onderscheid moeten blijven maken. Dat we ook aandacht moeten hebben voor mensen die niet. Die het heel zwaar hebben en die niet de boel gaan vernielen. Ja. Een interessante vraag van Bert-Jan. Ik had er namelijk zelf ook nog niet zo over nagedacht, maar hij vraagt zich af, wat is jullie of onze visie op het gebruik van blauwe verf in het waterkanon om de pakkans te vergroten? Mag het ook roze zijn? Vind ik leuker. ja, ik weet niet of het kan technisch, maar ik zag het wel. Ik weet wel dat je dat hebt bij als je zo'n zo'n cassette met geld van die transport, ja. Als je die openknalt. En dat je ook van die DNA-douches hebt. Dat is misschien niet zo zichtbaar. Maar dan, dus dan komt er een onzichtbaar spulletje op. Die is misschien nog wel gemener. Dan probeer je het er ook niet af te wassen, want je hebt het niet door. En dan kun je daar met een bepaalde lamp, geloof ik, kun je zien dat iemand daarbij was en dat spul op zich heeft gekregen. Ja, dus ik zou bijna zeggen doen, maar ik denk dat dat dan, wij dan eerst er een wet voor moeten aannemen die dat allemaal mogelijk maakt. Maar ja, weet je, zolang je er niet ziek van wordt, zou ik dat soort bijmengen, eerlijk gezegd, denk ik ook doen. En misschien dan kleurloos, maar wel herkenbaar voor de politie. Dat is misschien nog subtieler. Of van die unicorn glitters. Ik ja, kan wel heel veel. Misschien hou je dan ook wel op. Ja, dat weet ik niet. Zo'n collar run. Maar ja, laten we even. Ja, dat helpt natuurlijk wel mensen op te pakken. Wat je nu natuurlijk doet, is dat heel veel mensen, ja, ze lopen dan met een masker, ja, mondkapje op zich, verstandig, en een capuchon. En dan lopen ze te filmen, maar dan draait de camera even naar zichzelf toe in een livestream. En dan doet even kapje omlaag om weet ik veel, iets stoers te roepen in hun ogen. Nou, dat is wel meteen herkenbaar in beeld. Dus zo wordt het nu gedaan. Maar ja, ik moet zeggen dat ik dat, toen ik dat zag over die idee om hier bij de waterkanon iets bij te mengen, dacht ik ook van ja, nou ja, misschien
moet dat wel gewoon kunnen om daarna gewoon mensen makkelijker op te sporen. En mochten ze dan niet pakken, dan is het waarschijnlijk omdat ze binnen blijven. Wat op zich ook al goed is. Ja. Kijk, we gaan nog een paar laatste vraagjes doen. Jacqueline heeft een vraag wat zich niet relateert aan de rellen, maar eigenlijk op een vraag die heel veel ouders bezighoudt. En Klaas waarschijnlijk ook wel. Namelijk, hoe gaat het met kinderen op school, die nu bijvoorbeeld een CITO-toets moeten maken of andere achterstanden hebben in hun ontwikkeling? Ja, dat is ook een reden waarom je ziet dat mensen, die avondklok trekt de meeste aandacht. Maar als je ziet waar mensen, als je het ze vraagt, de meeste moeite mee hebben, dan is het eigenlijk dat je maar één iemand op bezoek mag hebben en dat de kinderen niet in school kunnen. Die staan hoger op het lijstje van problemen dan de avondklok. En dat snap ik ook wel. Kijk, mijn kinderen zijn zo klein, die gaan nog net niet naar school. Het is de oudste nog net niet en de andere over een paar jaar pas. Dus ja, dan is het verschil kleiner. Alleen ook die mist de juf van de speelzaal, van de opvang. Dus die doen dan met filmpjes. Maar op zich, dat is geen achterstand. En kinderen die echt nu op school zitten en les krijgen, ja, dat is wel een probleem. En dan probeer je natuurlijk de achterstanden in te halen. Je probeert nu, dat doen die scholen heel goed zijn best in, om in een rap tempo zo goed mogelijk onderwijs op afstand aan te bieden. En voor veel kinderen zal dat werken en komt het er allemaal net doorheen, heb je een zwaar jaar. Maar voor kinderen die het toch wel lastig hebben, of thuis, of maar net zouden halen als de school gewoon open was. Ja, die kunnen natuurlijk wel een jaar vertraging oplopen. En ja, dat sleep je dan wel mee. Dan is het niet volgend jaar allemaal weer voorbij. Dus dat is een grote zorg. En daarom willen wij ook zo snel mogelijk die scholen, dat is eigenlijk prioriteit 1, scholen open. Basisscholen vooral. En wij denken dat die avondklok een aantal weken daarbij helpt. En dat is ook een van de redenen van ons geweest om dat te steunen. Zodat we, ja, als besmettingen naar beneden duwen, die scholen weer open kunnen en de achterstanden zo klein mogelijk houden, dan proberen zoveel mogelijk in te lopen. En zoveel mogelijk kinderen er doorheen te trekken, dat ze geen blijvende vertraging oplopen. Ja. Een mooie laatste vraag van Martijn. Klaas die gaf er volgens mij gisteravond bij Jinek ook al een klein beetje antwoord op. Maar hij vraagt zich af of de rust zou terugkeren wanneer de avondklok ingetrokken wordt. Je haalt dan mee de druk van het kruidvat, zegt Martijn. Misschien kan je daarna wel een samenscholingsverbod instellen. Ja, er zijn twee, maar misschien is dat het verkeerde antwoord. Als ik zeg, ja, we gaan niet buigen voor dit soort gedrag. Dat is eigenlijk al reden voor mij genoeg om het niet te doen. Ten tweede, de avondklok is niet ingesteld omdat we er een overheid zit die denkt, nou, het moet s'avonds maar eens wat rustiger worden. Dit is echt een serieuze reden om dit te doen. Dat vergeten we bijna, omdat we nu alleen maar naar die rellen zitten te kijken en over een avondklok beginnen. Maar het gaat over hoeveel mensen worden er ziek, hoeveel mensen krijgen corona, hoeveel mensen komen er op de intensive care, waar de zorg het dan niet aan kan, en hoeveel mensen gaan er dood aan corona. En los van corona, want een paar weken geleden maakten we ons vooral zorgen over, ja, nou, de ziekenhuizen kunnen corona net aan, maar al die andere mensen dan, die kanker hebben of een transplantatie nodig hebben, die moeten wachten. Die moeten nog steeds wachten. En nog steeds wachten omdat het coronadruk te groot is, omdat er te veel mensen zijn die corona hebben en te veel mensen die het nog krijgen. Elke dag duizenden mensen die weer besmet zijn. Nou, dan die nieuwe variant uit Engeland, waar zij zelf niks aan kunnen doen, maar ja, ze hebben hem ontdekt, dus dan noemen we het de Britse variant, die nog besmettelijker is. Dus dat virus is nog beter geworden helaas, vanuit het virusperspectief. En daar doen we het voor, die avondklok voor. Het is niet een soort politieke keuze of zo. Het is niet een koopzondag waar je van zegt, nou, ik ben voor een koopzondag en ik ben er tegen en er is protest, laten we maar eens even kijken wat we gaan doen. Ik ga niet de besmettingen weer op laten lopen en de ziekenhuizen weer vol laten stromen en andere mensen nog langer op de zorg laten wachten, of misschien dan wel dat het al te laat is, omdat we nu rellen hebben. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat de mensen die nu aan het rellen zijn, je ziet ook die screenshots uit appgroepen, er wordt af en toe nog het woordje avondklok genoemd als excuus, maar meer om aan te geven aan elkaar hoe laat je ergens moet zijn. En verder komen er allerlei woorden die ik net serieus gebruikte in de vorm van ziekte en operaties, die zie ik in die appjes terug. Als het gaat over overheid, politie, en dan moet ze veel mogelijk kapot, en dan moet ik klas zelfs ergens bloedbad. Nou, dat soort teksten, ja, dat gaat niet dempen door de avondklok in te trekken. Eerlijk gezegd, denk ik dat misschien denken mensen dan wel dat ze er nog iets mee bereikt hebben ook.
is, komt er weer iets anders. En weet je, Urk was in december ook al een probleem. Hetzelfde wat je nu ziet. Scheveningen oud en nieuw. Daar weten we misschien ook nog allemaal dat beeld van dat zwart-wit beeld. Hè, die infraroodcamera geloof ik dat het was. Van die zware bom onder een politieauto. Dus ja, toen was er nog niet eens sprake van een avondklok. Dus het is ook gewoon een bepaald type gedrag. Wat je met oud en nieuw vaak ziet in bepaalde wijken. Dat zie je nu ook weer. En dat wil ik niet belonen door de avondklok als een soort zoenoffer en dan maar hopen dat het werkt. Hier hoort een andere reactie op en die hoort de politie te geven. Ja. Nog een mooie vraag waarvan ik weet dat die Dylan zeer aan het hart gaat. Koen die kijkt via Facebook en hij stelt zijn vraag eigenlijk naar aanleiding van alle reacties die hij ziet op onze livestream. Hij vraagt zich af, wat kunnen we doen om de haat op social media tegen te gaan? Want hij zit nu door de reacties scrollen en hij wordt er, nou ja, niet heel erg gelukkig van. Ja, Koen, ik ook niet. Ik ben me er wel een beetje aan het bij neerleggen dat een onderdeel is van social media. Ik hou erg van social media. Ik zit er heel veel op, misschien iets te veel. En daar komt helaas ook heel veel bagger mee. Ook gewoon scheldpartijen, agressie. En tegelijkertijd haal ik er ook heel veel moois uit. Er is een reden waarom ik erop blijf. Het is ook niet omdat ik helemaal niks anders kan bedenken om te doen. Dus het is, ik haal er ook mooie dingen uit. En zo'n vraag als van Koen, en die zich er ook zorgen over maakt en ook van baalt, dat vind ik dus gewoon heel mooi. En ik krijg heel vaak ook mooie reacties. En ik weet heel veel collega's van mij ook. Maar ook belangrijker, ik krijg ook heel veel input van mensen. Laat ik het anders formuleren. Het zorgt ervoor dat ik heel erg dicht bij mensen kan zijn. Dat ik toegankelijk kan zijn. Kijk, je kunt mij een mailtje sturen, maar je kunt ook een DM sturen, een tweet sturen. En 9 van de 10 keer, tenzij je scheld, zal ik proberen te reageren, het gesprek met je aangaan. En zo kom ik ook tot de beste inzichten, eerlijk gezegd, in mijn werk. Dat ik gewoon van mensen die ermee te maken hebben, agenten, winkeliers, ondernemers, wie dan ook, input krijgt, zegt van, hey, ik zie dat je dat en dat voorstelt. Heb je daarover nagedacht? En heb je gezien dat ik dit nu meemaak? Of, hey, wat fijn dat jullie dit hebben opgepakt. Hier heb ik wat aan. Ja, dus ik haal er ook heel veel uit. Misschien mag ik nog één ding toevoegen, Sam. Want ik weet dat er was ook vorige week volgens mij een discussie online. Moet je niet zorgen dat je bijvoorbeeld op Twitter niet meer anoniem kan? Nou, mijn eerste reactie, zeker in Nederland, zou zijn ja. Want de meeste bagger komt bij mij in ieder geval. En ik weet ook naar heel veel andere mensen vanuit anonieme accounts. Tegelijkertijd in andere landen waar ze niet een rechtsstaat hebben, geen democratie hebben zoals wij, weet ik dat het voor heel veel mensen juist een manier is om hun geluid te laten horen, dat ze geen enkel ander geluid hebben. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, ik weet niet, dan neem ik die paar anonieme trollen wel, weet je, die blokkeer ik wel. Dat is voor mij makkelijker dan voor andere mensen in landen zonder democratie, dat zij het gebruiken echt om op te komen voor hun rechten. Dus het is een heel ingewikkeld verhaal. Uiteindelijk ben ik dolgelukkig met de ignore- en blokknop van Twitter. En ik kan het iedereen aanraden. En dan wordt de wereld een stuk mooier. Klaas, de laatste is voor jou. De avondklok is zojuist voor de vierde keer ingegaan. Heb jij nog een mooie slotboodschap aan het einde van deze live sessie? Nou, dank voor het kijken. Sowieso. Zit het gewoon even uit. Het is een paar weken. Het is vervelend. Ik doe niks eraf. Maar misschien kun je in die tijd, in plaats van elke dag te denken wat je niet mag, iets uitzoeken wat je wel mag. Iets kijken, iets lezen, iets leren. Oude vrienden bellen die je al eigenlijk waar je nooit aan toe komt, die ook thuis zitten en totaal blij verrast zullen zijn als ze in één keer iets horen van iemand die ze lang niet gesproken hebben. En dat zijn er misschien best wel genoeg om de hele avondklok uit te zitten. Of een leuk klusje doen waar je anders niet aan toe komt. Probeer er het beste van te maken. Die avondklok zit het uit. En nou ja, neem iets lekkers, gun het jezelf. Dan kunnen we straks alweer naar buiten om het eraf te sporten. Maar ja, het is gewoon niet leuk. En de echte, ik lees ook wel eens verhalen. Even misschien in combinatie met de vorige vraag. Dat dit een opmaat is. Of dat er allemaal een doel achter zit. Joh, echt. En dat de andere partijen dan zeggen, samen krijgen we onze vrijheid terug. Ja, echt. Die krijgen we allemaal terug, samen. En ik zal er als eerste om vragen als het weer kan. En die krijgen we terug als het ook weer kan. Zonder risico voor de kwetsbaren, de ouderen en iedere andere die er ook goed ziek van kan worden. Dus zodra we allemaal een prikkie hebben gehad, of degene die dat willen een prikkie hebben gehad en het er genoeg zijn,
Dan kunnen we allemaal weer s'avonds naar buiten in groepjes zitten. Dan kun je elkaar allemaal weer knuffelen. We kunnen allemaal weer naar evenementen toe. Ik zit ook te schelden als ik een mailtje krijg dat er weer een concert is afgelast en definitief niet doorgaat. Waar ik graag naartoe had willen gaan. En dan gaan we ook allemaal samen juichen voor een Nederlands elftal, wat hopelijk weer een keer een kampioenschap wint. Dat komt echt allemaal terug. Dat er is geen sprake van dat iemand dat niet zou willen bij de overheid. Het is alleen maar een klote virus wat we moeten bestrijden. En als we dat samen onder controle krijgen en elkaar er doorheen helpen, dan kunnen we daarna allemaal weer terrasjes pikken, evenementen afgaan en langzaam de littekens laten wegzakken die er dan ook nog wel zijn van deze rondtijd. Mooie afsluiting. Dank jullie wel.